Polman. Bal gaat dan via de dekking naar Van Leeuwen, de keeper. En dit past allemaal precies. Een waanzinnige goal van Luc Stijn. Bekend om zijn uitstekende dekking. Veel lengte daar in het middenblok. En de goal van Luc Stijn. Stijns, aangepakt daardoor Jordens, gaat zelf voor de individuele actie net voor de zeer goed. Kijk, blijft daar laag en zweeft dan als het ware richting de goal. Uitstekend. Gevecht om de bal, wordt gewonnen door Lions. Jansen, Stijns, gaat naar binnen, goal voor Lions. Veel sfeer komt van de supporters uit Kwanningen, terwijl Luc Stijns hier scoort. Kooi, Stijns, handig daar tussen 1 en 2 door strafworp. Spel van Bevo, Lions begint goed en daar is Luc Stijns en een verschil van 4. Kijk eens, die kleine dribbelaar, daar gaat hij weer. Luc Stijns, een heerlijke handballer. Wat is hij goed. 20-15. Jansen. In gevecht met de andere Jansen, Lino Jansen. Die wint door een slordigheidje van Bevo. Terug in de verdediging, daar gaat Stijns weer. Tik, 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 paar passen en goal. Hanen glijdt eruit, niks aan de hand. Lions mag door, tegenaanval en Elissen. Maar toch, voordeelregel, goed toegepast door de scheidsrechters. Hij is niet alleen klein, maar hij is gewoon ook berensterk. Kijk eens hoe hij op de been blijft. 10 doelpunten nu al van Luc Stijns. Ja, je wordt nu uitgeroepen tot beste speler.